Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel, dus kijk gezellig mee. Zo, we zijn weer in de winkel aan het werk. Ik ben lekker aan het mengen. Het staat alweer mooi vol. En ik heb ook heel veel leuke stukjes gemaakt op dienbladen. Ook wel leuk voor het voorjaar. Dus ja, gewoon lekker aan het werk. De tulpjes zijn er weer. En ik heb ook leuke dingen gemaakt met droogbloemen. Dus de winkel staat er gewoon echt weer heel mooi en vol bij. Dus daar word ik blij van. En vandaag staat vooral voor de rest in het teken van inpakken. Want er is massaal besteld. En ik word gebeld. Dus jullie zien me straks weer. Goedemorgen, het is de volgende dag en ik ga buiten zitten. Ik heb weer allemaal nieuwe bolletjes en plantjes binnengekregen. Kijk, de bolletjes staan daar nog. En ik heb nieuwe bloemen binnen, die staan hier nog. En gisteren al wat pakketten ingepakt, want die zijn er ook weer veel. Een hele drukke dag vandaag, dus gauw aan de slag. Hoi allemaal, ik ben weer lekker in de winkel aan het werk. De winkel staat weer mooi vol. Ik wacht even weer op nieuwe bloemen tot die weer aangevuld zijn. Dan ga ik weer verder met boeketten maken. Buiten heb ik mooie plantenbakjes gemaakt. Dus staat ook mooi vol. En ik ga nu eerst, en hier binnen ook trouwens ook weer mooie plantenbakjes staan. Maar nu eerst ga ik even weer inpakken. Daarnaast hebben jullie natuurlijk een aanbieding van mij te goed hier in deze vlog. En met de kortingscode YouTube 10... krijg jij gewoon 10% korting op de hele webshop. Ook op de sale, dus dat is heel leuk. Er is al wel heel veel sale ook uitverkocht, maar misschien zit er nog wat leuks tussen. En dan krijg je nog eens een keer 10% korting, dus dat is ja, natuurlijk helemaal leuk. Dus dat is de vlogaanbieding van deze week. Ik ga dus inpakken en ja, straks nog even boeketten maken en dat soort dingen. Dus gewoon lekker aan de slag. Oh, ook even leuk trouwens. Dan kun je daar ook gelijk je kortingscode op invullen als je dat wil. Ik heb weer leuke frames binnengekregen. Industriële frames. Gewoon losse frames voor de webshop. Dus die zal ik straks ook even laten zien. En dan zal ik ook zorgen dat die zijn toegevoegd aan de webshop. Zodat jullie die kunnen bestellen. Dit zijn de frames die ik nog aan jullie zou laten zien. Dit is meer op hoogte. Echt een heel mooi industrieel frame. Hij is ook erg gewild. Ik heb er ooit eens een kerststukje volgens mij opgemaakt als DIY. En ik kreeg er daarna heel veel vraag naar. Je kan er echt alle kanten mee op. En dit is weer wat een strakkere en langere. Ook echt heel tof. Om wat leuks op te maken. Dus ook voor het voorjaar. Dus die worden toegevoegd aan onze webshop. Zo, we zijn ondertussen een tijdje verder. Ik ben met het pakket aan het pakken. Maar ik heb ondertussen ook weer vracht binnengekregen. Dus die ga ik ook even in de winkel zetten. Ik heb heel veel mooie tulpen. Dus daar ben ik blij mee. Want ik was helemaal door de tulpen heen. Nou, en ook weer andere bloemen. Dus dan hebben we straks de sterk weer mooi vol staan. Ik heb weer allerlei plantjes binnengekregen. Maar ook heel veel bolletjes voor buiten. Dus dat is ook leuk. Dus weer genoeg te doen. Zo, ik ben druk bezig. Zo, met de bloemen hè, erin zetten. En ik moet echt straks ontnodige boeketten maken. Want ik zal het jullie zo laten zien wat de status op dit moment is. Meestal lukt het me om de winkel vol te houden. Maar dat lukte me nu eventjes niet. Dat is op zich niet zo erg, want het is eind van de dag. De winkel gaat bijna dicht. En ik ben alles weer aan het klaarmaken voor de zaterdag. Maar de status is geen boeket meer. Dus natuurlijk kan ik altijd wat op bestelling mengen. En ja, zo aan het eind van de dag is dat natuurlijk helemaal fijn. Want dan beginnen we morgen alleen maar weer fris en fruitig. Met mooie, schone en nieuwe boeketten. Met verse boeketten. Dus ja, de bloemen staan er ook bijna in. Ik heb nog een deel daar staan. Ik heb er ook gewoon een klein beetje een rotzootje van. En dat staat er echt weer mooi bij. Dus ja, helemaal blij mee. Zo, ondertussen is het avond en ik heb de lampen aangezet, de studiolampen en alles klaargelegd. Want ja, morgen moet toch een video online, dus ik ga hem gauw opnemen en dan ga ik vanavond nog even in elkaar editen. En dan staat zaterdag, als jullie deze vlog kijken, dan staat hij waarschijnlijk online. Omdat ik toch wel een video voor jullie online wil. Ja, ik denk dan altijd, eigenlijk heb ik geen tijd meer en ook, soms heb ik dan ook niet heel zin meer. Maar om geen video te uploaden, ik weet dat jullie heel trouw kijken. Hè? Wat ik echt super leuk vind, en dat mag ook beloond worden. Dus ik ga toch nog even een video opnemen. Wel een hele leuke trouwens, daar heb ik wel weer zin in. Aan de slag met eieren. Ik heb verschillende soorten eieren. En wat mooie natuurlijke materialen. Het is een mooi natuurlijk voorjaars/paasstuk. En ik krijg heel veel vragen van, goh, ik vind het nu nog wat vroeg voor Pasen, maar ik wil wel graag zien wat we gaan maken. Kan ik hem ook later ontvangen? Dat kan. Je kan altijd de gewenste datum aangeven. Dus mocht je het pakket later willen ontvangen, is dat geen probleem. Ik zal hem dan wel vast bestellen, want de voorraad gaat op het moment echt heel erg hard. En soms kan ik het gewoon niet af, dus... ja, wil je een pakket niet missen of wil je een bloemstuk niet missen? Er komt dus gewoon altijd op woensdagavond om 7 uur en op zaterdagochtend om 9 uur een video online. Vanaf dan kan je ook bestellen. Dus wil je niks missen, gewoon altijd klaarzitten en trouw kijken naar de video's. Dan mis je geen van de pakketten. Ja, en dan kan je eventueel ook gewoon bestellen voor een later tijdstip. Goed, ik ga hem nu klaarmaken. Ik zal straks het resultaat laten zien. En gauw aan de slag. Oké, ik heb hem klaar en het is echt super leuk geworden. Hè? Ik ga hem nog even laten zien. Kijk dan. Ik vind hem echt zo leuk. Ik kreeg al een berichtje van mijn moeder van, neem je die voor mij mee? Dus dat is een goed teken. Die vond hem ook heel erg leuk. Dus ik ga hem gaan afsluiten. En dan zien we morgen weer. Het is ondertussen een nieuwe week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En er wordt hard ingepakt. Zoals je kan zien. Er is wel goed veel besteld door jullie. Dus dank je wel daarvoor. Ik heb ondertussen ook weer wat nieuwe ondergronden binnengekregen voor nieuwe DIY's. En ik dacht, ik ga ook nog even gewoon een leuke aanbieding doen. Namelijk deze leuke frames. Die is al eens voorbij gekomen. Waar je bijvoorbeeld een amaryllisbol in kan doen. Of een ander leuk bolletje. Ook leuk een hyacint. Of een bloementaartje. Echt leuk frame. Er staat ook een video van online met een bloementaartje. Dus dan kan je die nu ook los bestellen voor een leuke aanbiedingsprijs. En de kortingscode is dus gewoon nog steeds geldt ook daarop. Ja, we gaan verder met inpakken en mooie bloemen maken en boeketten maken. En we zijn ook paasspullen aan het uitpakken, dus ook leuk voorjaar. Zo, daar ben ik weer. En de winkel staat echt heel erg lekker vol. Ik weet echt niet meer wanneer ik voor het laatst deze camera erbij heb gepakt. Maar dat komt gewoon omdat ik gewoon heerlijk lekker aan het werk ben. En het is echt prachtig weer. Dus dat is echt wel eventjes genieten. De winkel staat mooi vol. Ik heb ook weer mooie toefjes. Ja, ik heb toefjes klaarstaan. Ik heb van alles klaarstaan. Maar mooie tulpjes buiten en voorjaarsbolletjes buiten. En ja, ik heb gewoon heel veel stukjes gemaakt en zo voor de winkel voor het voorjaar. Dus ja, genieten. Ik ben nog even met plantenbakjes bezig en ik heb weer nieuwe bloemen binnen. Dus die ga ik er ook even in zetten. Maar ik denk, ik ga even laten zien hoe ja, mooi vol het er allemaal bij staat. Wat dingen aan de webshop toegevoegd, waaronder ook voorjaarsdingetjes. Het wordt natuurlijk gewoon elke keer weer verder aangevuld. We zijn er druk mee bezig, dus richting Pasen komt er nog wel meer bij. Mocht je nou iets speciaals willen zien voor Pasen, voor het voorjaar, laat het eventjes hieronder weten. En wie weet voeg ik het dan toe aan de webshop. Ik heb ook jullie reacties over het gereedschap meegenomen. Dat staat nu ook online op de webshop, mocht je dat willen bestellen. Of het gereedschap wat ik fijn vind om te gebruiken. Dus die staat ook online. En ja, ondertussen wordt gewoon verder aangevuld. Dus daar zijn we nog steeds mee bezig. En dat blijven we ook gewoon doen. Dus ja, gauw verder aan het werk. En dan zit de dag er alweer op. Ik ga zo binnen zetten. Alles staat weer klaar voor het weekend. Het is weer mooi gevuld. Buiten staat het weer mooi vol met allerlei leuke dingen. Dus ja, ook voorjaar. En dat is gewoon heel fijn om op deze manier te werken. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Je kan dus gebruik maken van een kortingscode. Die zou ik nog eventjes hier ergens onder in beeld zetten. Die dus geldig is op onze hele webshop. Ook op sale en alle frames en dat soort dingen. De frames die ik hier in de vlog heb laten zien, die zal ik ook toevoegen aan onze webshop. En ja, dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. Dan blijf je de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je iets speciaals zien, laat even hieronder in de reacties weten. En laat ook vooral weten wat je van deze vlog vond. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!